Dit ben ik, Brian. En dit is mijn beste vriend, Mike. Yo. Ik kreeg een keuze. Een keuze om mezelf te blijven of me voor te doen als iemand anders. En ik maakte de verkeerde keuze. Ik wilde bij het coole groepje horen. Wat ik wel niet zou doen om daarbij te horen. Succes met dat. Hey, kom, de les gaat beginnen. Ja. Weet je wat voor ons is? Ja. Na school ging ik gelijk naar huis. En daar kwam ik met een plan. Wat ik wel niet zou doen om daarbij te horen. Succes met dat. Succes met dat. Succes met dat. Ik kan dit. Stap 1. Ik vond hun interesses uit. Stap 2. Ik kleedde me anders, ook al zat dat eigenlijk niet lekker. Stap 3. Nu was het tijd om naar ze toe te gaan, alleen ze vertrouwden me nog niet helemaal. Ik wil jullie groep joinen. Alsjeblieft. Ik moest hun vertrouwen winnen. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Maar stelen had ik nooit verwacht. Ik weet nog hoe bang ik was om betrapt te worden. Maar het was me gelukt. Stelen was genoeg. Ik hoorde erbij. Maar het bleef niet bij één keer. Ik moest het nog een keer doen. Toen ik de laptop had gestolen, besefte ik me dat ik hier niet gelukkig van werd. En ik vroeg mezelf af of het allemaal wel waard was. En ik realiseerde, nee, dat is het niet. Dus de volgende dag veranderde ik me weer terug in mijn oude zelf. En ik ging terug naar mijn beste vriend. Yo. Welkom terug. Het is goed om terug te zijn. Je wordt niet gelukkig van iemand zijn die je niet bent. Je moet je omsingelen met mensen die van je houden zoals je echt bent. Niet met mensen die jou willen veranderen.